Hij helpt uitgevers om meer succes te krijgen op YouTube. En hij gaat ons haarfijn uitleggen hoe hij dat doet. Van 5 p.m. Jelmer Wint. Jelmer, van harte welkom. Dankjewel. Zegt het goed uitgevers of is het een breder palet aan klanten waar je voor werkt? Ja, het is een breder palet. We zijn begonnen vanuit die uitgever, vanuit de publisherwereld. Omdat we daar alle vier eigenlijk onze achtergrond in hebben. Maar ondertussen werken we ook voor brand publishers. Ik bedoel daarmee een beetje de merken die eigenlijk al heel veel bereik en heel veel fans hadden. Maar nooit zichzelf op YouTube dan wel iets met video hebben gedaan. Ja. En ten derde de echte brands. Dus echte merken à la Coca-Cola, AkzoNobel, de Bijenkorf. Maar wat is het verschil tussen de brand publishers en de brands? Heel plat, Ajax, DJ Hartwell, Universal Music. Ja, het zijn brand publishers, zoals wij dat zien. Dat zijn eigenlijk, Ajax is een merk. Ja, stellen. Hebben wereldwijd heel veel fans. Ja. Hebben natuurlijk altijd gevoetbald, hebben kaartjes verkocht in een stadion. En beginnen zich nu steeds meer te realiseren dat er op de videomarkt, dat er ook nog heel erg veel fans zijn die ze daarmee dagelijks kunnen bereiken. En dat ze daarmee zich als uitgever moeten gaan gedragen. Ja, inderdaad. Daar gaan we het uitgebreid over hebben, maar laten we bij het begin beginnen. Begonnen aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Was dit het doel? Want dan had je ook wat anders kunnen studeren, toch? Ik heb heel wat anders gestudeerd. Ik heb bedrijfskunde gedaan, wat eigenlijk heel weinig met video te maken heeft. Ik ben wel toevallig afgestudeerd op virals. Dat was toen een relatief nieuw gedeelte binnen de marketing. Dat was een tijdje heel hip. Alle adverteerders wilden virals. Ja, ik denk zelf dat dit nog daarvoor was. Ik heb uiteindelijk een onderzoek gedaan waarin YouTube op dat moment wel bestond. Maar Facebook, Hives, daar was het eigenlijk nog een beetje te vroeg voor. Dus hoe je echt een viral online creëerde, was toen heel redelijk beperkt. Ik denk dat dat onderzoek binnen een half jaar zichzelf achterhaald had. Ja, dat is altijd een beetje in het punt. Langs verschillende wegen bij RTL beland. Ja. Hoe was die tijd? Wat heb je daar gedaan? Enorm leuke tijd. Ik ben daar begonnen op de digitale afdeling in Hilversum. Het was redelijk het beginstadium. Het was niet de eerste dagen dat er net websites werden gemaakt rondom tv-programma's. Mm. Maar wel echt het moment dat RTL steeds meer begon in te zien dat de Expeditie Robinson-fan niet alleen op donderdagavond van 8:30 tot 10:00 voor de buis zat, maar eigenlijk 24/7 zich bezig hield met dat merk. Ja. Dus op de vrijdag na de uitzending gingen ze op zoek naar alle mogelijke informatie rondom wat er de dag gebeurd was. Mm. En daarbij kijkend kreeg je opeens heel veel platformen. We begonnen natuurlijk met social media. De filmpjes delen via Facebook. Ja. Op een gegeven moment kregen al die programma's eigen programma-apps. Omdat je op social media wel je fans bereikt, maar op je programma-app eigenlijk meer waarde opbouwt. Ja. Tot aan dat we complete webseries gingen maken rondom onze grootste programma's. Een mooi voorbeeld is Expeditie Robinson. Waarin het ene jaar we met een 360 graden camera op de eilanden waren om die eilanden in beeld te brengen. En uiteindelijk zelfs een soort van Expeditie Robinson voor YouTube-influencers maakten die zich tegelijkertijd afspeelden, maar die bijvoorbeeld alleen via YouTube te volgen was. Ja. En dat ontwikkelde zich door de jaren en uiteindelijk kwam ook dat moment dat er vanuit RTL een zogenaamd multichannel network werd opgericht. Naar internationaal voorbeeld waarin het in Amerika al veel gebeurde. Waarbij ze eigenlijk gewoon keken van hey, wat voor kanalen hebben bereik online en die verzamelen we zodat we de adverteerders overheen kunnen jassen, toch? Of zeg ik het nu iets te plat? Ja, in de breedte is dat wel het idee. Maar waar we op dat moment mee begonnen, zeker omdat er op dat moment nog niet zo heel veel adverteerders op dat soort platformen zich begonnen, was de awareness dat een millennial kijker, een kijker onder de 30, eigenlijk een beetje afstand deed van lineaire televisie. Goh, ja. Ja. En waarin het spel van RTL, dat is kijkminuten verzamelen elke avond, zich ook heel nadrukkelijk op andere platformen begon af te spelen. Dus onze opdracht in het begin was relatief simpel. De kijkminuten die we op tv verliezen op platform waarin YouTube het grootste was, proberen te verzamelen en op die manier ook de jonge kijkers toch in contact te houden met de merken van RTL. En kijkminuten verzamelen, dat klinkt alsof het daarom gaat, maar dat doe je in feite om daarmee advertentie-exploitatie draaiende te houden, toch?
Ja, maar dat is uiteindelijk de main driver van kijkminuten. Op tv is dat hoe meer kijkminuten je 's avonds maakt, hoe meer spotjes, hoe meer GRP je verdient. Op YouTube werkt het net zo. Hoe meer kijkminuten je hebt, hoe meer waarde jouw kanaal krijgt. Dat wil zeggen, hoe meer jouw kanaal wordt aanbevolen in de recommendation engine van YouTube. De reden daarachter is het YouTube-algoritme. En het belang van het YouTube-algoritme is meer ads afspelen. Dus kijkminuten en ads zijn één op één op elkaar gerelateerd. Ja. Toch blijft het een haat-liefdeverhouding, maar nu projecteer ik voor mezelf met dit hele principe. Want tegelijkertijd zit iedereen die kijkminuten benut, die loopt zich helemaal lijp te irriteren aan die ads. Ja, ja. En toch blijft dit gewoon het systeem, hè? Tot op heden wel. Ik weet niet hoe zich dat ontwikkelt. Wat zijn de ad-vormen op dit moment op YouTube? Waar heb je het allemaal over? Noem ze eens allemaal. Even wat zijn de mogelijkheden? Nou, de meest gebruikte op dit moment zijn de bumper-ad, 6 seconden. En de skippable video-ad. Ja. Dus na 5 seconden kun je daarop doorklikken. En dat is dan ook het enige wat je toch aan het doen bent? Zeg maar, gewoon van 1, 2, 3, 4, 5, overslaan. Ja, veel mensen wel. Het grappige is dat ik vind dat vanuit die advertising business dat er eigenlijk ook een nieuw soort creatief proces is gekomen, waarin ze na gaan denken hoe ze die ad zo kunnen creëren dat mensen toch langer blijven kijken. Mm. Maar inderdaad, dat is wel wat veel gebeurd. En dan als laatste heb je natuurlijk de non-skippable ad. Dat zijn de ads die eigenlijk voor YouTube-influencers, voor bedrijven eigenlijk het meest waard zijn, want dat levert het Daar moet je gewoon doorheen. En dan is het vaak 15 of 20 seconden. Of wat zijn de tijden daarvan? Kun je zelf zeggen 15, 20 seconden, maar dat kan zelfs een paar minuten. De non-skippable is na 15, 20 seconden is dat voorbij. Ja, ligt even aan de markt waar je zit. Ja. Wat doen jullie in dit speelveld? Want je bent na RTL, want waarom ben je weggegaan bij RTL? Dat is niet meer leuk. Nou, ik vond het nog heel leuk. Ik vind RTL een heel mooi bedrijf. Maar op een gegeven moment, ik heb daar 6 jaar gezeten. Ja. Op een gegeven moment heb je het gevoel dat je niet genoeg meer leert. En dat je na gaat denken van, nou, wat gaan we volgend jaar doen? Wat is nog mijn ambitieniveau? Dat was eigenlijk het moment dat ik dacht van, ik wil eigenlijk wel voor mezelf gaan ondernemen. Ja. Eens kijken of er wat in zit in die YouTube-wereld. Ja, eens kijken of het wat is. Nou ja, we kennen de YouTube-wereld natuurlijk voornamelijk nog steeds vanuit de YouTube-influencer-wereld. Ja. En dat is een hele mooie markt. Maar YouTube begint zich ook steeds meer te transformeren naar een on-demand-platform waar professionele partijen, ik wil niet beweren dat YouTube-influencers niet professioneel zijn, maar waar meer de traditionele media, de grotere brands, heel veel aandacht aan beginnen te besteden. Het is een nieuwe kanaal, zeg maar. Het is een nieuwe kanaal. En op zo'n multichannel netwerk bij RTL liepen we eigenlijk heel erg voor op die markt. Mm. En ervan uitgaande dat er steeds meer partijen serieus belang bij het platform YouTube gaan krijgen, had ik samen met oud-collega's zoiets van, hey, zouden wij niet eens kunnen kijken of we ook andere partijen hiermee zouden kunnen helpen. En zo zijn we er eigenlijk mee begonnen. Mm. Want even nog als laatste over RTL, en dan wil ik wat dingen horen die jullie nu doen. Wat je wel veel hoort is van, ze zien op zich die transformatie wel. Hè? Van jongens, het klassieke televisie kijken, de zenders, dat is natuurlijk een ellendebak. En daar online, daar gebeurt het. Maar met online compenseren we nog lang niet de ad-inkomsten die we verliezen aan de zenderkant. Ja. Dat zien we nu aan alle kanten nu naar buiten barsten. Hè? Want het is geen feest bij RTL. Publieke omroep die loopt met zijn handen in het haar van, nou, dat is misschien een andere reden nog. Die krijgen geld uit van ons. Maar als we kijken naar RTL, denk je dat, wat gaat er gebeuren met RTL? Want je zit er nu niet meer. Maar als je eens in de glazen bol kijkt, wat gaat daar de komende jaren gebeuren? Ja, ik weet niet. Ik sta daar op dit moment te ver vanaf. Ik ben eigenlijk al bijna 2 jaar of 1,5 jaar ben ik weg bij RTL. Het enige wat ik van de buitenkant zie en wat ik heel goed vind, is de groei van Videoland. En dat vond ik toen al een hele slimme aankoop, ondanks de te vele kritiek wat ze kregen. En dat vind ik eigenlijk nog steeds. Heel veel mensen kijken eraan over Videoland ten opzichte van Netflix. Ja, kansloos. Ja. Ik denk dat als je er naar kijkt als een nieuw window, dat is eigenlijk een nieuw platform voor je content, waarin je relatief veel meer geld kunt verdienen dan een platform à la YouTube, dan is het eigenlijk een hele slimme. Want, omdat het hun platform is? Het is van hun. En hoe zeg je dat simpel?
de kosten voor heel veel van de content, die zijn toch al gemaakt. Nou, die worden op tv uitgezonden en daar heb je een soort van business case. Spotinkomsten, branded content inkomsten ten opzichte van kosten voor je content. Mm. Maar dat loopt terug. Dus waar je naar op zoek bent, is dat je die business case beter kunt maken door te gaan differentiëren naar andere platformen. Mm. Nou is YouTube er één van. Facebook komt met een advertentiepropositie, daar is er één van. En Videoland is daar één waar de inkomsten heel serieus zijn. Voor een tientje per maand kun jij al die content kijken. En eigenlijk is het extra. Maar dan bekijk je het vanuit een andere hoek. Daarnaast denk ik dat de branded content hoek nog veel en veel interessanter gaat worden. Want, voor RTL? Voor elke partij in Nederland. En wat versta je daar dan onder? Het platste, het drinken van een flesje cola in goede tijden. Maar daar heb je heel veel vormen van die tegenwoordig best wel heel erg mooi overlopen. Omdat je op zoveel platformen aanwezig bent, creëer je dus uiteindelijk heel erg veel bereik. Misschien wel meer dan dat je vroeger op televisie deed. Mm. En dat maakt het voor uiteindelijk een sponsor nog interessanter. Ja, ja. Wat doen jullie met 5PM? We zijn met 5PM zijn we een YouTube-bureau begonnen. We zeggen YouTube Strategy and Services. Mm. Waarin strategie eigenlijk zoveel betekent als bedrijven, partijen hebben een belang bij YouTube. Die uploaden hun video en die zien vervolgens dat er niemand naar kijkt. Nou, dat is irritant, zeker op het moment dat je heel veel liefde en aandacht hebt gestoken in de creatie van die video en je dan het bereik mist. We zeggen niet voor niks, YouTube is eigenlijk het beste platform om je video te verbergen. Want in plaats van de 10 concurrenten die je traditioneel op tv bijvoorbeeld had, heb je er nu opeens 1 miljoen. Ja, dat is lastig. Mm. En binnen onze servicestak rondom YouTube. YouTube is natuurlijk wel een complex platform. Ik zeg nu platform. Ik denk ook dat het een zoekmachine is op dit moment. De tweede. Dezelfde eigenaar. Dus, ja, maar hij vindt natuurlijk, het is niet alleen dat YouTube de tweede engine is, maar ook in de eerste vind je YouTube terug natuurlijk. Ja, en zelfs in Google gaat video een steeds belangrijke rol spelen. Precies. Dus ja. En rondom dat platform heb je dus heel veel services die erop een rol spelen. Want ten eerste, en dat is het belangrijkste, moet je eigenlijk techniek koppelen aan content. Op het moment dat je dat niet goed doet, krijg je content minder aandacht. Daarnaast speelt het hele rechtenspectrum een hele grote rol. Zeker professionele partijen. Het beschermen van hun content is eigenlijk driver nummer 1. Je zit met je monetization. We praten inderdaad over ads. En ik geloof er niet in. Voor de meeste partijen, zowel professioneel als voor influencers, is dat een hele belangrijke inkomstenbron om het werk te kunnen blijven doen wat ze dagelijks doen. En zo kan ik nog tijden doorgaan met. Maak het eens een slag concreter. Geef eens wat tips en tricks weg als het gaat om. Weet ik veel. Iemand die nu met YouTube bezig is en die zijn kanaal aan het invullen is en die dit herkent. Die denkt: inderdaad. Mijn video's staan er. En nu? Ik kan het misschien wel een beetje uitleggen aan de hand van de Telegraaf. Waar jullie voor werken? Is een klant van ons. En die. Rijk gesproken. Enorm bereik, ja. Maar die komen natuurlijk uit een bijzondere business, ja, van de krant. En op een gegeven moment hebben die bedacht van video is ook een belangrijk onderdeel van ons als uitgever. Dus die hebben eigen platformen opgericht. En op een gegeven moment komt ook YouTube aan bod. Want ja, je bent op zoek naar extra bereik. Je bent op zoek naar een jongere doelgroep. Je bent op zoek naar extra inkomsten. En wij zijn vorig jaar met de Telegraaf aan de slag gegaan. Die eigenlijk een situatie hadden waarin ze 20 nieuwsvideo's per dag maakten. En die op het moment dat ze af waren, één op één op YouTube doorplaatsten. Nou, dat liep niet zo goed. Zeker niet voor de kwantiteit die zij hadden. Hadden ze 30.000, 35.000 abonnees en 5, 6 miljoen views in de maand. Eigenlijk het eerste wat we daar gedaan hebben, is de kwantiteit aan content van 20 terugbrengen naar 5 uploads per dag. Dus het YouTube-algoritme werkt zo. Dat heeft wat tijd nodig voordat ze een video hebben aanbevolen in de recommendation engine. Op het moment dat jij dus te snel achter elkaar gaat uploaden, werkt dat een beetje verstikkend voor zo'n partij.
Dus we hebben teruggebracht naar 5. Maar we zijn wel op die 5 nieuwsitems hebben we wel gekeken van wat raakt een jongere doelgroep. Ik noem vaak het voorbeeld op het moment dat je een financiële update doet. Dan heb je het niet over die Zwitserse investeringsbank, maar dan heb je het over de Bitcoin. Nou, de Telegraaf maakt zoveel video. We konden eigenlijk een beetje cherrypicken uit die 20 nieuwsitems van dit gaat wel werken, dit gaat niet werken. En dat hebben we aangevuld met het creëren van een custom thumb. Dus mensen klikken gewoon op video's die ze visueel aantrekkelijker vinden. En we zijn gaan kijken naar de kijkminuten. Omdat we weten dat het algoritme beter gaat werken op het moment dat je video's van iets langere duur zijn. En is het absoluut of relatief? In de zin van, kijkt YouTube naar het percentage van de totale video die wordt gekeken of naar de lengte? Het werkt, het is beide, maar... We zien significante verschillen in video's die tussen de 10 en 16 minuten zijn. Ten opzichte van video's onder de 2 minuten. Dat is een beetje, daar werkt het een beetje negatief. En daartussen in de categorie tussen de 5 en de 10 minuten... die moet je meer aanhouden op het moment dat je eigenlijk heel veel views wil gaan scoren. Mm-hmm. Dus wij zijn gaan kijken van... we hebben natuurlijk die nieuwsitems die relatief kort zijn... Is er ook content beschikbaar die wat langer is? Daarvan weten we dus dat hij wat minder gaat scoren. Maar die gaat er wel aan bijdragen dat de nieuwsvideo's meer en meer aanbevolen worden. En we op die manier meer en meer bereik gaan genereren. Nou, als je nu kijkt, en we zijn echt letterlijk om en nabij een jaar verder. Zijn we van 30.000 abonnees naar 280 gegaan. En tikken we toch geregeld zo 25 miljoen views in de maand aan. Mm. Dus daarin zie je dat op het moment dat je de basis goed neerzet... en er een stukje focus op hebt, channel management noem je dat mooi in de YouTube-wereld... dat er heel veel mogelijk is op dat platform. En veel meer mogelijkheden in zitten dan als je het maar als een platform erbij neerzet. Wat levert advertentieinkomsten op? Het verschilt een beetje. Werkt dat nog met CPM-achtige tarieven, dat je per 1000 views een betaald bedrag krijgt? Of, ja. Waar zit dat dan op? Nou, van tot? Voor een uitgever is het, je hebt eigenlijk verschillende inkomstenstromen erin. Je hebt enerzijds heb je de verkoop die YouTube doet. Nou, dat is heel mooi meegenomen, want daar doe je relatief weinig aan. Je zet je content erop en YouTube verkoopt dat. Ja. Maar dat is laag. Een partij koopt dat in de markt op CPM rond de 7 euro in, schat ik zo. Nou ja, daar hou je als uitgever natuurlijk altijd minder dan de helft van over. Ja, want, dus 2-3 euro max. 45% split. Daarnaast wat je hebt, YouTube biedt op dit moment ook mogelijkheden om je eigen sales op dit soort op haar platform te doen. En dat betekent dus eigenlijk dat in plaats van 7-8 euro... je in bepaalde deals een hogere CPM-prijs kunt vragen. Omdat het en daar hou je dus meer aan over. Ja, ja. Maar, en hoe specifieker je target natuurlijk wordt. Hoe meer het wordt, ja. Maar het is een... er wordt heel snel gezegd van YouTube, dat levert niks op. Dat is ook als je het vergelijkt met bijvoorbeeld advertising en CPM-tarieven... die je op je eigen site doet. Ik denk dat het kortzichtig is, want... Op het moment dat jij niet je inkomsten alleen op advertising revenue zet... maar ook op awareness onder een doelgroep... die bijvoorbeeld niet meer de papieren krant leest... in het geval van de Telegraaf... maar ook een bepaalde revenue stroom neerzet op de conversie... dus het aantal mensen dat via YouTube in contact komen met jouw merk... en van daaruit naar je eigen platformen gaan... Mm-hmm. daar misschien wat artikelen lezen, misschien zelfs wel... een inlog of een stukje data achterlaten... Mm-hmm. Dan wordt de waarde al veel, veel groter. En ik geloof dat YouTube als zoekmachine... dat een hele belangrijke rol wordt van YouTube in de komende jaren. Oké. En komt er nog iets naast YouTube? Of gaan we blijft het almighty video channel wat de enige is? Goeie vraag. Ik kan niet in de toekomst kijken. Het enige wat we natuurlijk op dit moment zien... is dat er een enorme disruptie op alles plaatsvindt. Kijk, iedereen zegt nu al Facebook... daar kijk je toch niet meer op. 3 jaar geleden was Facebook het platform waar je op moest richten. Ik geloof dat YouTube het best wel heel lang vol kan houden. Ook omdat, zoals je zegt, het Google is. En die combinatie maakt het wel heel sterk, denk ik. We gaan het allemaal in de gaten houden. En heel veel succes met 5PM, want je groeit hard, hè? We groeien hard. We zijn deze maand met z'n tienen.
Ja. Misschien kun je het over een tijdje weer verkopen aan RTL. Wie weet. Dankjewel voor dit gesprek. En dankjewel voor het kijken. En wat moest ik nou ook alweer zeggen eigenlijk? Dat als je dan moet je iets van een thumb-upje of zo moeten dan klikken, hè, volgens mij. Als ja. Dit, dus mocht je dit helemaal hebben afgekeken en je blauw kijkt duimpje op YouTube, omhoog. Blauw duimpje omhoog. Dankjewel voor het kijken. Hoi.